Hallo, ligt weer hier. Hallo, op het puntje, op het randje van alle shoptoestanden. Hi allemaal, superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag is het tijd voor een shoplog video. Yay! Volgens mij is het wel een favoriete video voor jullie om te kijken. Dat idee heb ik een beetje. Correct me if I'm wrong. Vandaag ga ik jullie een aantal aankopen van de afgelopen tijd laten zien. Let wel, het is niet alleen van de afgelopen maand. Nou, voornamelijk van de maand september. Toevallig heb ik twee grote aankopen gedaan. Deze maand. We beginnen met de eerste aankoop. Dat was... Even denken hoor, volgens mij begin deze maand wel. Ja. Een birthday present from me to me. En ik heb er al een blogpost over geschreven en jullie hebben hem al gezien. Maar dit is mijn Celine Trio tas. Heel blij mee. Ik heb hem gekozen omdat hij zwart is. Ik had nog helemaal geen zwarte klassieke tas. Ik nam overal mijn Voyage Scooter mee naartoe. Volgens mij spreekt het zo uit. Oh. Zo erg als je het dan niet goed uitspreekt. Die heb ik ook wel mee toe, maar die is een beetje cognackleur. En wat nog meer? Mijn Philip Lim, maar die is te groot en die is grijs. En ik had nog een zilveren tas. Ik had gewoon geen zwarte tas. Dus ik vond dat het tijd werd voor een mooie klassieke zwarte tas. En ik vind dit toch wel echt de ultieme klassieke tas. Past overal bij. Past super veel in. Wat wel echt... Aan de ene kant heel fijn is, aan de andere kant moet ik echt wel een beetje uitkijken ook, want ik wil hem wel zo mooi mogelijk houden. En ja, ik hou gewoon echt van de crossbody bags. Dat is mijn dingetje. Ik kan het helemaal niet zien, dus ik weet dat ik niet aan het doen ben. Oké, aankoop nummer 2. Ik doe trouwens eerst de fashion aankoopjes. Maar dat heb je al in beeld zien staan. Is mijn eerste dikke, mega, mega dikke wollen trui. En het is... zo roze als het maar zijn kan. En pluizig en een beetje kriebelig. Voel ik nu trouwens. Van de H&M. H&M Trend is die. En het is een super oversized knal roze trui. Kaartje hangt er nog aan. Ik heb me nog niet aan moeten trekken met deze warme temperaturen. Maar ja, ik kan niet wachten om deze aan te doen. Met een mooie knalblauwe spijkerbroek erbij. Of leren broekje. Of, nou, hij is best lang. Dus als je een beetje klein bent, kun je hem zelfs als een soort van jurkje dragen. Dus ja, ik denk dat ik hier heel veel plezier van ga hebben. Ik kan echt niet wachten. Het allerleukste van de herfst winter vind ik de dikke trui weer. Ik hou echt van dikke oversized truien. Dat is gewoon mijn favoriet. Volgende is... wat zal ik eens doen? Ja, dus dit rokje. Die heb ik vorige week bij de Zara gekocht. Deze. Hij is gewoon zwart-wit geruit en hij is in het midden een soort van plooi met zijn hoesjes. En aan is hij echt super mooi. Hij valt wel echt mega klein. Ik heb hem een maatje groter genomen zelfs. Omdat ik hem gewoon wat, ja, wat lager wilde dragen. Gewoon een beetje om mijn heupen meer in plaats van om een echt om taille. En hier kon ik tenminste nog een beetje bewegen, wat op zich best prettig is. Maar ja, hier ben ik heel blij mee. Nu vind ik hem heel leuk met blote benen en een mooie witte oversized blouse. Eigenlijk de blouse die ik nu aan heb, zo had ik hem laatst gecombineerd. Van de winter draag ik hem met misschien wel die knalroze trui die ik net liet zien. Of juist een mooie zwarte oversized kooltrui. En over die laarzen bijvoorbeeld onder. Dus ja, heel blij met het rokje. Volgens mij was hij ook best wel goedkoop. Volgens mij was hij 30 euro of zo. Dus yes! Volgende is van een heel apart merk. Het is van een Dace merk. Volgens mij zijn ze best wel opkomend. Ik had er namelijk nog niet eerder van gehoord. Maar het is van een Dace merk Pieszak. De naam is een beetje dubieus. Maar goed, hè, in het Dace zal het zeker niet dezelfde betekenis hebben als in het Nederlands. Mag ik hopen. Maar het is dit pakje. Ik had hem al aan in de video die ik deed met Zalando. Die jullie misschien al wel hebben gezien. Ik zal hem altijd even linken hieronder. Maar hij is gemaakt van een superleuk printje en een mooi stofje en er hoort een rokje bij. Dus ik draag hem echt als setje. Dus de meeste van jullie dachten in die video dat het een jurkje was. Zo lijkt het ook wel inderdaad, maar het is echt een blouse en een rokje. Dus ja, dat vind ik zelf veel leuker omdat je dan ook gewoon het rokje los kan dragen. Zo meteen van de winter kan ik met een lekkere dikke trui erop.
alleen maar dikke truien. Maar in combinatie met de blouse vind ik het echt het allerleukste. Dus ja, met dit pakje ben ik heel blij. Ik zal zo even een fotootje invoegen dat jullie een beetje zien hoe jullie eruit ziet. Oké, dan heb ik nog twee paar schoenen die ik aan jullie wil laten zien. De eerste zijn deze fantastische glitterlaarsjes. Zilver. Een soort van stof, elastiek stofje is het ongeveer. Wat zeg ik nou weer allemaal? Gemaakt van een soort van elastiek glitterstofje. En ze zitten heel lekker. En ja, alles wat glittert is naar mijn idee gewoon heel erg leuk. Goeie aankoop. De buurvrouw boven is piano aan het spelen. Zo mooi. Nee. Anyways, volgende aankoop. Ah, dat ben ik zo blij mee. Weet je het verhaal hierachter is? Ik stond 2 weken geleden op de Eihallen. Ik vind het eigenlijk vreselijk om op de Eihallen te staan. Maar dit keer was het super leuk, want het weer was heel lekker. We stonden buiten en het was echt heel druk. Dus ik heb super veel kleding verkocht, wat heel fijn was. En van die opbrengst wilde ik gewoon iets echt moois kopen. Dus ik wilde niet dat het zou verdwijnen aan iets wat ik me niet meer kon herinneren. Maar ik wilde er gewoon echt iets moois van kopen. En ik had mijn ogen al heel lang op de klassieke loafers van Gucci. En in eerste instantie wilde ik eigenlijk gewoon de zwarte klassieke kopen. Maar toen dacht ik van ja, zijn wel heel mooi en heel klassiek. Maar ik vind het toch wel leuk om eigenlijk net even wat toffer te kopen. En toen zag ik deze gouden metallic. En nou ja, zoals ik net al zei, metallics staat dat kun je gewoon overal bij combineren. En dat pimpt ook echt in. Pimpt? Pimp, oh ja. Wat een raar woord. Waarom zeg ik dit? Het enige waar ik wel een beetje over in zit, is dat dit materiaaltje snel beschadigt. Dat merk ik dus nu al hier bij de neus. Er zit een krasje. Oh, ik werd gewoon misselijk toen ik het zag. Ik dacht echt, nou, wanneer is dit nou weer gebeurd dan? Dus ja, je moet wel gewoon goed uitkijken met dit materiaaltje, merk ik al. Maar nou ja, ondanks dat ben ik er heel blij mee. En staan ze onder super veel dingen. Gewoon van de winter een zwarte leren broek met een zwarte trui. En yes, I'm ready to go. Dus ja, heel blij mee. Volgende aankoop is nog een paar sunnies. Ja, ik kan gewoon geen genoeg krijgen van zonnebrillen. Ik hou echt van zonnebrillen en ik heb er nu toch best wel een aantal in mijn collectie. En het is deze bril. Ik ga hem maar even opzetten, dan kunnen jullie het goed zien. Van Ray-Ban. Ik heb de round sunnies al. In een soort van... met een soort van spiegelglazen en die zijn al rond. En deze zijn een wat meer hoekige vierkante exemplaar. En ik vind deze dus echt helemaal fantastisch. Ik heb deze op het vliegveld gekocht en dat is wel echt een aanrader, want volgens mij kosten deze brilletjes rond de 160 euro zoiets. En op het vliegveld had ik hem gekocht voor 106 euro of zo. Dus echt 50 euro korting. Dus als jullie binnenkort misschien op Schiphol zijn, dan moeten jullie zeker daar eventjes langs lopen. Want ik vond het best wel veel schelen namelijk. Ja, ik vind ze heel gaaf omdat het gewoon net even een andere variant is. Dan de round sunnies die je heel veel zag, ziet nog steeds. En ja, mooi brilletje. The beauty department, mijn favoriet. Even zien, wat is er allemaal nieuw deze maand? Het is deze geur en oh, ik kan gewoon niet stoppen met ruiken aan deze geur en opdoen. Het is de nieuwe Chanel No. 5 Low. Low, zeg, moet ik aan de low denken. Low! En dit is dus een nieuwe variant op de oorspronkelijke Chanel No. 5. En die vond ik altijd wel heel heftig. Ik moest ook altijd denken een beetje aan mijn oma als ik die geur ruik. Ja, het is best wel een heftige geur. Ik hou er eigenlijk niet zo heel erg van. Maar deze is dus echt heel lekker. Het heeft een beetje dezelfde... Nou ja, het is best wel een kruidige, zware geur, maar dan wel met weer hele frisse accenten. En hoe ze dat hebben gedaan, geen idee. Maar ik vind het echt een heerlijke, heerlijke geur. Nog een aankoop van deze maand is een lipstick waar ik heel veel altijd iedereen over hoorde. Maar zelf nooit echt kocht, omdat ik altijd dacht van, wow, het is wel echt zo'n dure lipstick. En die is van Tom Ford.
de, even kijken, beroemde Nude Vanille. En ik moet zeggen, hij lijkt heel erg op de kleur die ik al heb van Charlotte Tilbury in Kim KW. Dus als je voor een ietsje minder dure lipstick wil gaan, dan is dat een hele goede optie. Maar ja, ik moest hem toch gewoon hebben. Het is gewoon een cult product. Iedere beauty lover heeft deze in haar collectie. Interieur, nou ja, dat is maar één item. Of eigenlijk twee. Klopt dat? Ja. En dat is... Oh, ik moet hem even op mijn bank zien te krijgen. Deze. Dit kleed heb ik gekocht in Marrakesh, begin september. En ik had allemaal... En ik was er al op aan het loeren iedere keer weer. En ik dacht, oh, dit is zo mooi. En ik zag altijd heel veel plaatjes van op Pinterest, in interieurs. En ik dacht altijd, oh, ik moet zo'n kleed hebben. Ik vond het altijd zo mooi. En toen ik naar Marrakesh ging, was echt bijna het eerste dag was, ik moet zo'n kleed zien te scoren. Want hier in Nederland kun je ze ook wel gewoon krijgen via bepaalde online stores. Maar vond ik het vaak toch een beetje te prijzig. En ja, twijfelde ik er gewoon te erg over. Dus toen ik in Marrakesh was, dacht ik, oké, dit is mijn kans. Ik moet en zal zo'n kleed meenemen. Hele mooie, beetje ja, flowers-achtige patroon. En ja, ja, ik ben er heel blij mee. En Mila vindt hem gelukkig ook mooi. En dit kussen, die hoort er eigenlijk ook een beetje bij. Dus het is van hetzelfde ja, soort van materiaal, ook van zo'n kleed met wat pailletjes. Volgens mij heten deze Handira's. Handira, zoiets. Het is volgens mij van origine een Marokkaans trouwkleed. Dus als je dat zoekt op bijvoorbeeld Marktplaats of eBay, dan kom je volgens mij vanzelf wel zulke kledenkussens tegen, als je er ook eentje wil. Alright, dat was de shopvlog. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Geef me even een thumbs up als je hem leuk vond. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal voor 2 video's per week. En dan zie ik jullie heel snel weer in de volgende. Doei!